En deze koe is zojuist uit. We zetten hem op een pauze. Vandaag wil ik laten zien hoe je de voerautomaat kan kalibreren van de Merlin M2. De robot heb ik op pauze gezet. Vervolgens laten we de bak zakken. Die bak is gezakt, kunnen we in de robot klimmen zometeen. Om het voer op te vangen is aan te bevelen om een plastic arm te gebruiken. Die heb ik gebruikt om gedragscontroles. Deze arm of zak weegt nauwelijks iets. En die past precies over die buis heen. Zo kun je heel makkelijk het voer opvangen. Want als je in je eentje bent, kun je hem op een plakband vastmaken. Want we moeten hem eerst in de computer instellen. Dat gaan we eerst doen. In Crystal gaan we naar onder het tapje programma naar Feed Calibration. De configurator start nu op. Hier staan één of meerdere robots. Het is eraan hoeveel je hebt. Dan vervolgens druk je op kalibreer voermotor. Het wordt aangeraden om 1 kilo te verstrekken. Oftewel 10 porties van 100 gram. Mijn weegschaal ging maar tot 500. Dus dan druk ik op, wil ik 5 porties van 100 gram hebben. En druk vervolgens op verstrekporties. Ondertussen is het handig om de handschoen erop te doen. En nu worden er ook 5 porties van 100 gram verstrekt. Ik heb hier de zak de hand bij Bix. 500 gram moet het zijn. Dan gaan we nu even meten op de weegschaal. Ik kom op 450. We hebben 450 gram gewogen. Nu moeten wij bij verstrekt die 500 gram vervangen door 450. Vervolgens drukken we op toepassen. En nu zal die voermotor zichzelf kalibreren. En zijn snelheid aanpassen. Vervolgens doen we een tweede test om te controleren of het klopt. We starten weer onder het tapje programma Feed Calibration. En dan staat daar weer kalibreren voermotor. Klikken we op. Weer 5 porties van 100 gram. Vervolgens drukken we op verstrek porties. Ondertussen is handig om de handschoenen weer omheen gedaan te hebben. Net op 450 gram heb ik mijn systeem aangepast. Dat 450 gram verstrekt. Bij de tweede proef daarna geeft hij netjes 500 aan. En loopt die calibratie weer helemaal goed. Dus is die voerautomaat helemaal weer goed gecalibreerd. En zo doe je dat. Alleen nog in het systeem nog een keer op toepassen drukken. Dat er ook 500 gram verstrekt is. De porties zijn verstrekt en we wogen 500 gram. Dus dat klopt precies. Dus bij verstrekt hoeven wij niks aan te passen. En kunnen we gewoon op toepassen klikken. En nu heeft die voermotor weer helemaal goed gekalibreerd.